even een kijkje nemen bij de coverband Empire. Want zij zijn druk aan het repeteren. Want komende zaterdag 9 januari staan zij in Paradiso te Amsterdam. Bart en Rosanne, het klinkt echt geweldig. Want ja, jullie zijn druk aan het repeteren voor Paradiso te Amsterdam. Daar gaan jullie volgende week, zaterdag 9 januari, naartoe. Maar ja, voor zover was, ja, is er eigenlijk afgelopen jaar heel veel gebeurd, Rosanne. Ja, zeker weten. We hebben 3 rondes gehad in Metropool en Hengelo. Voorrondes, voordat we hier naartoe kwamen. En waren het alle 3 in Metropool, van 2 in de grote zaal. En dat was al een hele ervaring. En wij zijn dus kampioen geworden, publiekswinnaar van Noordoost-Nederland. En nu mogen we naar Amsterdam in Paradiso spelen. Ja, dat is wel echt geweldig. Ja, zeker. Ja, we zijn er heel blij mee en trots op. En iedereen mag het weten. Dus ja, het is inderdaad echt geweldig. Nou Bart, naar Amsterdam, daar gaan jullie dus zaterdag 9 januari naartoe. Ja, dat is een hele mooie uitdaging. Dat kan niet iedereen natuurlijk vertellen dat je op Paradiso staat. We hebben nu 2 bussen, die hebben we helemaal vol met 170 man. En daarnaast hebben we loskaarten nog, die mensen gaan gewoon met de auto of ander vervoer. En ja, we hebben ongeveer meer dan 200 man die gewoon meegaat voor ons. Onbeschrijfelijk, maar echt super. Jullie spelen daar de halve finale van de Flash of the Coverbands. Dat klopt. Leg mij eens uit, hoeveel bands doen er dan mee dan in die halve finale? Er doen in totaal 18 bands mee. We hebben ze verdeeld in 2 dagen, zaterdag en zondag. Wij spelen op de zaterdag, op de 9 januari. En dan spelen er 9 bands, waarvan wij 1 zijn. En dan mag je een half uur op het podium van Paradiso. Dus, dat is echt top is dat. Ja. Ja, het is echt, ik heb er geen woorden voor, maar ja, het is... Ja, het wordt gewoon een groot feest, dat weet ik zeker. Zijn jullie druk bezig met de voorbereiding? Ja, zeker. We hebben van degene die de Clash of the Coverbands organiseert, hebben we 2 coachings van gehad, hier zo. Die kwam helemaal uit Arnhem met de auto hier naartoe. En daar hebben we echt heel veel van weten op te stoken. En daarbij, ja, nu zie je het al, we hebben onze kleren al aan met het repeteren. En gewoon echt dat alles straks tot in de puntjes er staat. En we hebben straks nog 1 repetitie, vrijdagavond, om gewoon alles even nog klaar te maken. En dan gaan we voor. Ja. Heel veel succes aankomende zaterdag. Dankjewel. En bedankt hè. Doei. Succes. Doei.